Caroline van Eeden, bekend als aartsrivaal van de Meiland-familie, beweert dat het huwelijk van Maxime Meiland en haar man Leroy op springen staat. In een interview met Weekend deelde Caroline haar visie op het mogelijke huwelijksprobleem. Deze uitspraak roept vragen op over de oprechtheid ervan, maar in de populaire realityshow Chateau Meiland waren al strubbelingen in Maximes huwelijk te zien. De problemen ontstonden met name rond de aankoop van een miljoenenvilla in Noordwijk. Leroy kreeg kritiek van Maxime over de hoge kosten en het feit dat ze moesten bezuinigen. Terwijl Leroy druk bezig was met het renoveren van de villa, kon hij niet rekenen op de hulp van Maxime. In de serie was te zien hoe Maxime bits reageerde met de opmerking: "Nee, je doet het zelf maar." Ze gaf er de voorkeur aan om haar ouders te helpen in hun pension en zei: "Want ik heb liever ruzie met Leroy dan met mijn moeder." Ondanks haar afwezigheid had ze wel kritiek op het schilderwerk van Leroy. Deze situatie leidde tot opmerkingen op sociale media over hoe Leroy het volhield met Maxime. Of de beweringen van Caroline van Eeden waar zijn of slechts kwaadsprekerij blijft onduidelijk, maar de situatie in het realityprogramma heeft zeker stof doen opwaaien en de geruchtenmolen aangewakkerd.